Welkom. Welkom bij deze sessie over de werkurenberekenaar. Aan mij de eer het gesprek te leiden. Mijn naam is Ilse van Heijften. En ik ga vandaag in gesprek over de werkurenberekenaar met vier gasten. Te weten Arjan Vliegendhart van Nibud, Jeroen Heijmans, HR-manager bij CSU, Daniel de Kiebiet van de Budgetcoachgroep en Esmee Fischeroe van CSU, lid van Raad van Bestuur. Welkom. We gaan praten over de werkurenberekenaar. Een tool die CSU samen met het Nibud heeft ontwikkeld. En die gaat bijdragen aan financieel fittere schoonmakers. Mm-hmm. En hopelijk ook aan het terugdringen van de arbeidsmarktkrapte. Arjan, de berekenaar bestaat al een tijdje. Ja. Het is een moeilijk woord. Het is echt een galgiewoord, hè? De werkurenberekenaar. Ook echt een Nibud-woord. Ja, echt een met rekenen. Ja, zeker. Ik moest ook nog even opzoeken wat Nibud was. Ja, dat is een budgetcoaching ook een heel verhaal. Maar hij bestaat al wel even, ja. Hè, voor deze die jullie samen met CSU ontwikkeld hebben. Wat was de reden dat de Nibud deze werkurenberekenaar ontwikkelde? Nou ja, een aantal jaar geleden hebben wij die werkurenberekenaar eigenlijk ontwikkeld om mensen inzicht te geven in wat meer werken of wat minder werken nou daadwerkelijk voor een huishoudportemonnee betekent. En dat was eigenlijk heel algemeen. En een jaar geleden kwam CSU bij ons met de vraag van, hey, kunnen jullie dat nou ook wat specifieker maken voor de schoonmaakbranche? Daar hebben we een aparte cao, daar hebben we allemaal spelregels over. En dat heeft impact op wat meer of wat minder werken daadwerkelijk kan betekenen. Dus zijn we met elkaar in gesprek gegaan, zijn we gaan kijken hoe doen we dat nou op een goede manier. Want de ambitie van CSU om haar medewerkers en haar, gezond en dan ook financieel gezond te houden en te krijgen. Dat is natuurlijk iets wat dicht bij ons hart ligt. Dus daar zijn we met veel plezier zijn we erop ingestapt. En hebben eigenlijk dat ding helemaal gerestyled. En ook op de schoonmaakbranche toegespitst. Zodat mensen het goede gesprek kunnen voeren op de werkvloer over wat meer werken. Want je zei denk ik terecht. Hè? Het gaat niet alleen om wat verdien je. Maar ook wat kun je ervoor doen om ervoor te zorgen dat je als werkgever ook daadwerkelijk op een krappe arbeidsmarkt echt optimaal gebruik maakt. Ja. Van de mensen die je hebt. Ja, hoe kun je dat gesprek nou goed voeren? En wat betekent het concreet in de portemonnee als je meer gaat werken? Wat hou je nou meer over? Maar waarom was dat nou specifiek nodig? Waarom hebben we zo'n tool nodig? Nou ja, er gaan natuurlijk heel veel verhalen in Nederland over wat meer werken betekent. En mensen maken zich daar vaak ook wel zorgen over. Ja, als ik dan meer ga werken, verlies ik dan niet ook toeslagen? En hoe werkt dat nou precies? En kan ik ook meer werken? De vorige sessie ging ook over, kun je de uren aan één sluiten? Werk je 's nachts, werk je overdag? Dat speelt ook allemaal een rol, maar geld speelt wel degelijk ook een rol. Het salaris doet ertoe. Ja. Nou ja, daar hebben mensen allemaal beelden over. En het is goed dat je van tevoren weet wat het ook daadwerkelijk betekent en welke toeslagen er meer worden, misschien ook wel minder worden. Zodat je ook een goede afweging kan maken over wat dat aantal uur ook daadwerkelijk voor jou betekent en waar je rekening mee mag houden. Nou, je stipt het al even aan, hè? Die onzekerheid, dat weten we ook in de schoonmaakbranche. Daar, dat mensen bang zijn om die toeslagen te verliezen. Ja. Dat ze dat niet precies weten. Die angst zit erin. Ook onderzoek heeft dat weer aangetoond, wat we laatst hebben uitgevoerd. Daniel, herken jij dat ook in jouw praktijk? Dat mensen bang zijn om toeslagen te verliezen? Ja, zeer zeker. In onze begeleiding zien we vaak dat mensen wel weer meer willen werken. De redenen kunnen complex en persoonlijk zijn. Hè. Sommige mensen willen meer werken en zijn soms bang dat ze daardoor hun work-life balance niet meer op niveau hebben. Anderen willen meer werken, maar zijn bang dat ze dat fysiek niet aankunnen. Wat we vooral bij de groep van medewerkers bij CSU zien, is dat ze hebben betrekkelijk weinig loon. Hè, omdat ze vaak part-time werken. Ik geloof 75% binnen de schoonmaak. Maar kijk eventjes naar Esmee en Jeroen, die weten dat vast beter. Waardoor het verlies van toeslagen of het eventueel terug van betalen van toeslagen enorme impact kan hebben. Ja. En dat maakt angstig. Dat begrijp ik. Was dat ook, Esmee, voor jullie een belangrijke reden om deze stap te zetten samen met het Nibud? Ja, absoluut. Want laatst wat je wil vanuit ook in onze strategie de mens voorop stellen is dat mensen thuis met zorgen zitten en dan slecht van slapen. Ja. En dat er zorgen zijn, dat weten we. Sla er elke krant op open. Dus we hebben het over inflatie en armoede en ook met name armoede, toenemende armoede onder de werkenden. Ja. En dat, voor mij voelt dat ook echt zo. Hè? Je kunt de krant lezen, maar je kan ook voelen, hey, want dit gaat over de mensen waar wij elke dag mee werken. Dus het komt heel dicht je eigen organisatie hierin. Staat dicht bij onszelf. En dat niet alleen. Het is ook datgene, eigenlijk het eerste wat onze opdrachtgevers bezighoudt. Want je zei het net ook al, we hebben een oververhitte arbeidsmarkt op dit moment. En die twee dingen samen. Je wil dat mensen
zich geen zorgen hoeven maken. Of in ieder geval niet laten leiden door de angsten die gewoon niet nodig zijn. Aan de ene kant. Mm-hmm. Als dat ertoe kan leiden dat mensen daardoor ook dat stapje durven zetten om meer te werken. Dan is dat fijn voor het besteedbare inkomen. Maar het is ook heel erg fijn voor onze opdrachtgevers. Omdat ze ook schreeuwen om meer mensen. En als je dan met een beetje afstand ernaar kijkt, dan denk je, hoe gek is het eigenlijk dat we zoveel medewerkers hebben die wellicht iets meer zouden kunnen werken, waarmee je heel veel problemen kunt oplossen. Ja. En als mensen het niet willen omwille van work-life balance, dan is dat een overwogen en goede keuze. Ja. Maar als mensen het niet doen omdat ze bang zijn, ja, doodzonde. En om die reden hebben wij gedacht, nou, laten we eens kijken hoe we dat samen dan kunnen gaan objectiveren. Dat ook echt, jij zei het al, Niebert is van het rekenen. Ja. Ja. Hoe we dat ook in een werkurenberekenaar duidelijk kunnen maken. Ja, en ik denk echt dat hier raakt ook wel twee dingen raken elkaar. Het raakt onze passie en missie om mensen ook daadwerkelijk grip van geld en grip op hun leven te geven. En het raakt jullie ook jullie passie en missie om inderdaad ervoor te zorgen dat mensen die schoonmaken en echt wel moeten werken voor de kost. Ik weet dat ze hard werken. Zeker. Voor lang niet altijd een heel groot salaris. Dat je die ook daadwerkelijk zekerheid kan geven over wat meer werken voor hem betekent. En dat ze ook die afweging goed kunnen maken. Dus ik denk, daar hebben we elkaar gevonden. En ik vind dat echt een heel mooi punt. Want is die angst ook terecht? Want kunnen schoonmakers meer uren werken? Vaak wel. Ja? Ja, en een van de dingen die wij toch wel zien, is dat als het gaat om deeltijd en dan net even ietsje meer werken, dat dat echt wat degelijk wat oplevert in de portemonnee. Dus dat we mensen zonder ook de toeslagen of Dat in ieder geval het meer werken zoveel meer oplevert dat het eventueel iets wat teruglopen van de toeslag goed wordt opgevangen. Okay. En dat mensen dus ook echt dat meer overhouden en meer te besteden hebben. En dat ik denk altijd, dat probeer ik altijd te bedenken van, als je dan kinderen hebt, betekent dat je toch nog een keer naar de Efteling kunt. Of nog de vakantie net even ietsje leuker wordt. Of dat als je ergens voor wil sparen, dat die financiële ruimte er dan wel komt. Dus ik probeer het zo tastbaar mogelijk te maken. Want nee, je wordt er geen miljonair van meer werken. Maar jawel, het maakt wel degelijk uit. En al die stapjes bij elkaar zorgen ervoor dat je wel meer zekerheid krijgt. Misschien ook wel meer lol hebt in je werk. Je misschien wel meer kunt ontwikkelen. Ja. Dus het mes snijdt daar echt aan meerdere kanten. En dan is het goed dat je van tevoren weet waar je ja tegen zegt. Ja. Jeroen, een van de drijvende krachten achter deze specifiek voor de schoonmaak gemaakte werkurenberekenaar. Wat is het grootste verschil tussen de twee van die van het Niebert, die dus al bestond, en deze van CSU? Ja, die bestond van het Niebert, dit was vooral een algemene berekenaar. Hè, want die is voor heel Nederland de werkende populatie. En wij zijn met name met het Niebert gaan kijken van, maar waar willen we hem dan op aangepast hebben, zodat hij voor de schoonmaak ook echt betrekking heeft. Ja. En dan moet je denken dat de schoonmaak CAO eraan gekoppeld is. Dus de achterkant is ingericht met de CAO zoals wij die in de branche kennen. Maar ook hele praktische dingen, zoals bijvoorbeeld de berekenaar zoals die er was, die ging uit van een maandloon. Nou, onze mensen die hebben een periodeloon van 4 weken. Ja. En zouden dus zelf eigenlijk moeten gaan uitrekenen wat dat een maandloon is. Dus dat hebben ze voor ons omgezet naar een 4-wekenloon. Textueel hebben we het een en ander aangepast, zodat het wat begrijpbaarder is en makkelijker interpreteerbaar. En ook door middel van de uitlegicoontjes goed uitgelegd wat er precies met een bepaalde term gebeurt. Of wat eronder verstaan wordt. En we hebben Daniel met de budgetcoachgroep eraan gekoppeld. Dat als mensen er vragen over hebben of misschien niet door die tool zelf heen komen, of ze hebben vragen over de uitkomst, dat ze dan kunnen schakelen met de budgetcoachgroep om gewoon vanuit een professional geholpen te worden met wat voor effect dat het dan precies is en ook bepaalde vragen die ze daarover hebben te kunnen beantwoorden. Kun je daar iets meer over vertellen, Daniel? Wat voor soort vragen krijg je dan en hoe help je ze dan? Nou, helaas krijgen we op dit ogenblik nog niet zo heel veel vragen. Maar het kan zijn dat mensen vastlopen binnen de tool zelf. Want er wordt best wel veel van hen gevraagd. Ja. Ze moeten een jaaropgave hebben. Eventueel bij een eigen woning de WOZ-opgave aan kunnen tonen. Dus daar kunnen we hen bij helpen. Mm-hmm. Maar ook met de uitkomst. Die moet ook geïnterpreteerd worden. En als men meer uur gaat werken, heeft dat niet alleen effect op de toeslagen, maar ook bij je jaarlijkse belastingaangifte, eventueel pensioen. Dus die effecten kunnen we ook met hen bespreken, zodat daar geen fout in gemaakt wordt. Ja, en ik denk dat echt dat het heel belangrijk is. Kijk, zo'n tool kan je helpen om het goede gesprek te kunnen voeren, maar het gesprek moet ook daadwerkelijk op de werkvloer gevoerd worden. Daar kan budgetcoaching bij helpen, maar het gaat ook tussen leidinggevende en werknemer, dat je dat gesprek ook voert over hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het voor jou aantrekkelijker wordt, financieel en ook niet financieel, om die extra uren te maken. En ik denk dat die tool daar echt een belangrijke bijdrage in is. Die staat niet op zich. Maar die tool moet niet alleen op zichzelf staan. Nee. Het goede gesprek op de werkvloer is daar echt gewoon key. Ja.
Jeroen, jullie hebben hem al geïmplementeerd, hè, ja, bij CSU. Ja. Kun je al iets zeggen over de eerste resultaten? Ja, zeker. We hebben in november hebben we hem geïmplementeerd. En tot nu toe is hij meer dan 500 keer gebruikt. Oh, wow. Waarbij je ook goed kan zien, zeg maar, van okay, tot hoever komen medewerkers, ja, dan, hè, in zo'n tool. En dan zie je dat ruim de helft echt tot het einde komt, tot en met het advies. Dus dat zijn natuurlijk hartstikke mooie aantallen. Ja. Ja, die laten zien dus dat medewerkers zich kunnen vinden in die berekenaar. Ja, geweldig. Ja. Eigenlijk jammer dat het alleen voor de schoonmakers van CSU... Zeker. Esmee, daar zouden toch heel veel andere schoonmakers ook van kunnen profiteren. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En daar hebben wij het, Arjan, eigenlijk al vanaf het begin af aan over gehad. Hè? Dus we zagen dat er al een berekenaar was en die wilden we dus specifieker maken. Ja. En we hebben gedacht, nou, laten we dan ook zorgen dat die werkt. Want het lijkt soms makkelijker dan het is. En, ja, je hebt er ook heel hard voor moeten werken, Jeroen, om net aan die achterkant, om het op dat maatwerkniveau, zeker, helemaal te laten lopen. Ja. Inmiddels zijn we zover. En nog zitten er natuurlijk nog wel een paar verbeterd dingen in. Maar dat hoort er eigenlijk ook bij. Daar moet je ook aan durven gaan. Ja, je ziet doordat die door de grote groep gebruikt wordt, kom je achter de wensen. Wat ja, precies. Van, oh ja, dat zou mooi zijn als dat nog even net de verbetering is. Ja. Ja. Maar we zijn echt wel op een goed punt beland. Hè? En dat is ook het punt waarop we zeggen, laten we dan vanuit het pay it forward principe deelbaar maken met alle andere organisaties. En, want zo zijn we ook met elkaar in gesprek gekomen, om het niet alleen voor CSU toe te passen. Maar daarmee delen wij natuurlijk ook jullie missie en passie om het voor alle mensen in Nederland beter te kunnen maken. En in dit geval gaat het dan over alle medewerkers in de hele schoonmaakbranche. Fantastisch. Dus waarom het bij je houden als je het ook kunt delen? Dat is wat we heel graag willen doen. Geweldig. Dus jullie stellen hem beschikbaar aan alle medewerkers in de schoonmaakbranche of aan de schoonmaakbedrijven die hem ook zouden willen inzetten voor hun medewerkers? Ja, absoluut. Geweldig nieuws. Ja. Nou, jullie weten misschien dat ik ook woordvoerder ben bij Schoonmaak in Nederland. Ik denk dat namens de branchevereniging, wat een fantastisch initiatief, ja, dat jullie dit beschikbaar stellen. En ik denk ook wel een reactie op zijn plaats vanuit Schoonmaak in Nederland. Ze zou hier vandaag aanwezig zijn, Tamara van Ark, maar ze zit voor het goede doel in Namibië. Maar toch hebben we haar bereid gevonden om even een reactie te geven op dit fantastische nieuws. Dus wat mij betreft kijken we even naar de reactie van Tamara van Ark. Ja. Hallo allemaal. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wat een geweldig initiatief van CSU om de werkurenverbeteraar van het Nibud op maat te maken voor onze branche. En hem dan ook nog ter beschikking te stellen aan alle schoonmakers. Superbelangrijk, omdat het meer uren gaan werken zorgt voor onzekerheid bij mensen, waardoor ze het soms ook niet gaan doen. Ze vragen zich af, wat gebeurt er met mijn toeslagen of levert het heel veel administratief gedoe op? En dat terwijl we juist in een ontzettend krappe arbeidsmarkt zitten en we ook graag willen dat mensen die dat willen meer uren kunnen gaan werken, ook voor een leefbaar loon, zodat ze ook kunnen werken aan hun bestaanszekerheid. En deze tool draagt daaraan bij door die onduidelijkheid weg te nemen. Dus we zijn er heel erg blij mee. En het is ook het punt wat we maken richting de beslissers in Den Haag. Laten we nou niet alleen ervoor zorgen dat mensen gaan werken, maar ook dat als mensen meer gaan werken, dat het ook meer gaat lonen. Dat betekent dat we hopelijk een stukje onzekerheid weg kunnen nemen met deze tool. En dat we mensen mogen verwelkomen om meer te gaan werken in onze prachtige branche. En dat is voor iedereen goed. Dus dank jullie wel voor dit initiatief en heel veel succes ermee. Nou, geweldig. Dankjewel, Tamara. Wordt omarmd. Even aan jou dan de vraag. Als andere schoonmaakbedrijven interesse hebben om hier ook mee te gaan werken, wat moeten ze dan doen? Nou, volgens mij is het makkelijkst dat je even naar de Nibud-website gaat. www.nibud.nl/wub/werkurenberekenaar, WUB. Daar staat alle informatie die je nodig hebt om het op een goede manier te kunnen vinden. Ik denk dat Tamara van Ark terecht zegt. Er zijn twee grote opgaven in onze samenleving. Bestaanszekerheid was het thema tijdens de laatste verkiezingscampagne. Ja. We kijken dus ook naar het nieuwe kabinet om er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat daar wat gebeurt. Maar ik vind het ook ontzettend goed dat werkgevers ook gewoon de hand aan de ploeg slaan om ervoor te zorgen dat ook in het hier en het nu datgene wat al binnen de mogelijkheden ligt, daadwerkelijk ook gewoon te effectueren. En daar helpen we inderdaad graag aan mee. En ik vind die schoonmaakbranche ook echt een prachtig voorbeeld waarin dat ook daadwerkelijk kan werken. Ja, omdat precies. Je namelijk echt mensen daadwerkelijk wat meer grip op hun geld en meer grip op hun leven geeft. Ja. En dat is ontzettend belangrijk. Ik heb een vraag uit het publiek en ik denk dat die hier mooi op aansluit. Want je zei het al, bestaanszekerheid was een groot thema afgelopen verkiezingen. Schoonmaak in Nederland lobbyt ook al lang dat werken meer moet lonen. En dat blijft ook de komende jaren nog wel onze inzet. Maar wat zou er moeten gebeuren om dat ook te realiseren?
Ja, je ziet... Vanuit de politiek. Ja, Welke bijdrage? Twee dingen. Ik denk bestaansonzekerheid heeft altijd twee elementen. Het heeft het bestaan, namelijk van wat verdien je en hoe werkt dat? Nou, dan zie je ook een brede discussie over hoe gaan we nou met het minimumloon om. Hè. Dit jaar is het minimumloon wordt nu voor het eerst per uur berekend in plaats van per werkweek. Ja. Dat is een belangrijke grote impact. Dus dat zijn dingen waar het gebeurt. Maar het gaat ook over de zekerheid. Ja. En wat je ziet, en wat we ook heel vaak horen, en wat Daniel denk ik ook terecht aanstipt, mensen weten niet waar ze aan toe zijn als ze een keuze maken om meer of minder te gaan werken. Omdat het toeslagenstelsel zo ontzettend lastig is. Ja. Omdat je van tevoren niet weet hoe het werkt. Omdat je per 4 weken wordt betaald en niet per maand, terwijl de belasting dan per jaar komt naheffen. Ja. Dat allemaal over elkaar heen duikelt. En dat je eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Dus dat versimpelen, dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dan kan zo'n tool nog steeds helpen, maar dan wordt hij ook effectiever. Ja, omdat, en dan het, ook het goede gesprek is dat mensen ook het vertrouwen krijgen van, hé, wacht even, ik snap het ook. Ja. En op dit moment moeten mensen gewoon te veel werk verzetten om dat inzicht te kunnen krijgen. Ja, dat leidt tot onzekerheid. Ja, en dan snap ik ook best dat mensen zeggen, nou, als ik het niet zeker weet, waarom zou ik dan die extra uren maken? Terwijl ze vaak in de praktijk echt lonend zijn in de portemonnee. Ja. En mensen ook daadwerkelijk wat meer financiële slagkracht geven. En ik begreep ook dat dat het ook vaak uit een ervaring is gekomen, hè, die ze al eens hebben. Dus dat ze meer uren gingen werken. Dan gingen ze terug in hun toeslagen. Ja, dat beviel dan niet, die meer uren. Dus ze wilden weer terug naar. En dan weer die toeslag op dat niveau krijgen. Dat schijnt ook maanden te duren. Het duurt allemaal lang. En de slechte verhalen dus op de verjaardagen zingen natuurlijk beter rond dan de goede verhalen. En ik vind het ook, dat vind ik ook het mooie hiervan. Dat je kunt nu met elkaar gaan bouwen ook aan het positieve verhaal over, hé, ik ben meer gaan werken. En dit betekende het voor mij. Ja. Want dat is denk ik zo ontzettend belangrijk. We moeten ook, zullen we zeggen, weg van alleen maar de verhalen over de negatieve ervaringen. Ja. Die terecht misschien wel dieper raken dan de positieve verhalen. Ja. Iedereen weet wat de toeslagenaffaire voor ellende bij mensen heeft bereikt. Maar we weten veel minder over degene die net even ietsje meer is gaan werken. En daardoor iets meer kreeg in de portemonnee. Ja. Maar misschien ook wel de carrièrekansen zag verbeteren en daarmee wel stap voor stap aan een eigen financiële basis kon bouwen. Ja. En ik denk dat dat zo ontzettend belangrijk is. Dat je dat op de werkvloer vertelt en dat je dat laat zien. En ik denk dat daar de samenwerking tussen het Nibud en het CSU echt gewoon een mooie slag zou kunnen slaan. Precies. Ja, want Jeroen, jij zei net ook even over die 500 mensen die hem nu hebben ingevuld, hè? 500 collega's van je. Zijn er ook daadwerkelijk al mensen meer uren gaan werken? Zien jullie dat terug? Jazeker, zeker. Ja? Dan komt dus inderdaad dat goede gesprek tussen die leidinggevende en die medewerker om de hoek, om zo goed te zeggen. Dat is enorm belangrijk. Maar je ziet dat zo'n gesprek wel makkelijker wordt gevoerd, omdat je weet waar je het uiteindelijk over hebt met elkaar. Dus het maakt het veel concreter. Ja, het is mooi dat je dat zegt, Jeroen. Die onzekerheid kan dus ook aan twee kanten werken. Hè? Die is bij de medewerker zelf, van durf ik dan meer uren te werken? Maar ook bij de leidinggevende of bij HR, die denkt, ja, als ik het verkeerde advies geef, het gaat nog wel ergens over. En daarom is het ook zo goed om en het gesprek te voeren en met elkaar ook over drempels van schaamte heen te komen, want die liggen dan vaak nog aan ten grondslag. Versus toch die beetje die angstverhalen, de indianenverhalen die dan soms ook zijn, die op verjaardagsfeestjes rondgaan. Nou, ik weet ook, jij ook, we hebben ons ook ontzettend geërgerd aan het uiten van Lubach. Ja. Ja, want daar kijken legio mensen naar. Dan denk ik, oh jongens, wat ontzettend zonde om alleen de angsten aan te jagen. Ja. In plaats van ook te kijken naar hoe belangrijk het is om daardoorheen te kijken en mensen ook te wijzen op de weg te vinden hoe je dan wel meer uren zou kunnen werken. Nou, daarom is het denk ik goed dat jij net opmerkte dat je eigenlijk in de schoonmaak er bijna altijd wel op vooruit gaat. Ja. Dus dat is in ieder geval een zekerheid die ze met dit. Ja, het loont echt om dat goed uit te zoeken en dan valt het vaak voor veel mensen echt mee. Ja. En dat is ook een fijne ervaring. Ja. En dat is ook, ik hoop ook dat de leidinggevende bij CSU dat ook langzaam zeker dan gaan voelen van, hé, we durven dat gesprek weer op de werkvloer te voeren. Want ik denk dat Esmee terecht zegt. Kijk, we kampen in Nederland met echt een groot tekort op de arbeidsmarkt. Ja. Hè? We horen de verhalen, horen we steeds meer. Dus het is voor mensen, dit is ook het moment, zullen we zeggen, om daarop in te stappen en daaraan mee te doen. En dan helpt het als je daarmee ook het gevoel krijgt van, hey, het levert ook daadwerkelijk wat op. Naast al die andere elementen die je ook moet regelen, dat het zichtbaar wordt op de werkvloer en dat mensen ook de waardigheid van het werk voelen en met zich meedragen. Ja. Daarom zit er ook een dubbel gewin eigenlijk voor een leidinggevende in. Want hij krijgt een medewerker die lekkerder in zijn vel zit. Want heeft meer bestedingsruimte en alles eromheen, dat Arjen net al uitlegt. Ja. Maar daarnaast
Is er ook nog in de arbeidsmarkt, in het opvullen van uren die gewerkt moeten worden. Ja. Ook een win-win situatie, ja, op het moment dat die medewerker daar meer gaat werken. Even naar dat eerste wat je net aanstipt, want dat kan ik me heel goed voorstellen, die medewerkertevredenheid. Daniel, denk jij dat zo'n tool kan bijdragen aan meer betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers? Ja, zeer zeker. Kijk, ik denk altijd op het moment dat jij als medewerker financiële vraagstukken hebt en jouw werkgever kan je daarbij helpen, ja, dat het als positief ervaren wordt. Ik hoef de naam Adrie Steeners maar te noemen. Er is een medewerker die bijvoorbeeld die wij 10 jaar geleden hebben geholpen. En die had financiële problemen. En die hebben met zijn gezin geholpen dat die problemen zijn opgelost. En ik denk als ik die man nu bel dat hij hierheen komt en gaat vertellen hoe blij die is geweest met de hulp die hij heeft ervaren van CSU. Ja. En ik denk ook met de inzet van deze tool dat je daar medewerkers bij helpt. En dat heeft gewoon effect op hun welzijn. En dat zullen zij ook uiten. Ja. Dus het zal zeker de medewerkerstevredenheid ook vergroten. Ja, we doen ook regelmatig onderzoek. En dan zie je dus ook dat als het gaat om financiële vraagstukken, veel mensen ook naar de werkgever kijken om het gesprek daar te kunnen voeren. Als het gaat om het pensioen, wat voor veel mensen ver van je bedshow is. Ja. Maar ook over, nou, hoe zit dat nou precies met dat werken? Dat de werkgever voor veel mensen wel een natuurlijke gesprekspartner is in dat vraagstuk van, inderdaad, hoe zorg ik ervoor dat ik het leven een beetje grip krijg? Dus het is ook helemaal niet zo gek dat je als leidinggevende af en toe durft te vragen aan je medewerker van, hey, joh, zit jij lekker in je vel, ook financieel? Zouden we iets kunnen betekenen in contractuitbreiding? Ik kan me dat ook heel goed voorstellen, dat het best aan de ene kant spannend is. Ja. Want je mengt je toch in het persoonlijk leven van je medewerker. Maar het onderwerp. Ja, op een gevoelig onderwerp, waar nog steeds toch ook, helaas, zeg ik altijd, toch wel iets van een taboe heerst. Over geldproblemen praat je niet. Gek genoeg, ja. Terwijl het wel je dag en nacht bezig kan houden en je 's nachts uit slaap. Precies, hè? En op je dus werk ook invloed is. Precies, ja. En ik denk dus dat we die schaamte ook voorbij moeten gaan. En als je dan inderdaad een hele concrete tool hebt, dan kan dat helpen. Hè? En die tool is dan niet per definitie de oplossing, maar wel de ankeiler om het goede gesprek te voeren. Ja, want ja. Esmee, als je zo zegt, die tool is het, die staat niet op zich, hè? Wat voor initiatieven heeft CSU nog meer genomen om de medewerkers financieel fitter te krijgen? Is dit ingebed in een totaalpakket, om het maar even zo oneerbiedig te zeggen? Ja, zeker. Ja. Ja, het is onderdeel van ons Frisse Werkprogramma. En dan gaat het niet alleen over de financiële fitheid, maar ook mentale en fysieke fitheid. Daar doen wij ontzettend veel aan. Vooral ook omdat we door de jaren heen zijn gaan zien dat het ook allemaal in elkaar grijpt. Dus als je financieel niet fit bent, dan heeft dat impact op je fysieke gezondheid. Ja. En andersom. Dus als je fysiek te lang blijft doorsukkelen en daardoor niet goed kunt werken of minder kunt werken, of misschien zelfs je baan dreigt te verliezen, dan kom je ook in de financiële problemen. Stress, ja. En de druk die dat in je hoofd kan opleveren, kunnen we ons allemaal wel bij voorstellen. Ja. Dus daar doen wij heel erg veel aan. En er zijn natuurlijk mooie programma's die er lopen, en daar dragen wij dan ook aan bij. Mm-hmm. En het stukje wat we willen toevoegen is eigenlijk elke keer zoeken naar iets wat er nog niet is. Mm-hmm. Ook vanuit onze ondernemerslust en innovatielust om te kijken of het ook nog op een andere manier ook kan. En daar komt visuele contracting uit voort. Hè, omdat we weten dat mensen qua taligheid het wel eens lastig kunnen hebben. Ja. En dan dus visueel door een arbeidsovereenkomst heen geleid kunnen worden. We hebben ooit mensen zelf hun bespaartips laten opschrijven. We hebben een boekje van gemaakt en uitgedeeld. En ook hier geldt, hè, we zeggen, het tool is niet het doel. Nee. Ik vond het van het bespaartipsboekje ook een mooi voorbeeld. Maar dan gaat het niet alleen om het boekje, maar ook dat boekje is een aanleiding om met mensen te praten en te laten zien dat het ook, nou ja, ik zou niet willen zeggen dat het normaal is, want je wil niet dat het normaal is. Maar dat het wel nodig is. Maar het is nodig en het zit ook helemaal niet alleen in de doelgroep van de schoonmaakmedewerker. Het is een veel bredere doelgroep waar dit zit. Ja. En nou ja, zo zijn we dus elke keer op zoek. En dat doe je altijd met andere partijen. Hè? Met jou, Daniel, in dit geval. En met jou, Arjen. En zo zijn er veel meer partijen. Ja. En vanuit diezelfde ervaring weten we ook hoe fijn het is om dat te kunnen delen met anderen. Hè? Dus, en Tamara heeft het net al terecht gezegd. Iedereen kan terecht, ook bij jullie, Arjen. Ja. Ook dat vinden we fijn. Want als meer partijen zich melden, betekent dat jullie ook iets meer dekking hebben. Hè? Voor jou is het geen commercieel verhaal. Het is wel fijn als er meer partijen zijn waarbij je ook jouw kosten kunt dekken. Precies dat. En ik denk, en dan is die schoonmaakbranche een prachtig voorbeeld. Maar ik denk, als ik bij jullie denk, ook aan de beveiliging. Ik denk ook aan de zorg. Het zijn precies dezelfde vraagstukken. Maar weer met net een andere CAO. Voilà. Dus wij ook. Dus het zou zo mooi zijn als we hier een inktvlek weten te creëren. Ja. Die een aantal van die sectoren die toch vrij
bazaal zijn voor onze economie, waar ons land gewoon ook soms gewoon tot stilstand komt als we dat niet op een goede manier hebben georganiseerd. Ja, dat zijn cruciale sectoren. Dat zijn de mensen eigenlijk altijd waar we voor klapten toen corona was, omdat ze nog aan het werk bleven. Dus dat is ontzettend belangrijk. En als we in die verschillende sectoren ook daadwerkelijk inzicht kunnen geven in wat meer werken ook daadwerkelijk voor je portemonnee betekent, ja, dan kunnen we ook daadwerkelijk ervoor zorgen dat die bestaanszekerheid niet alleen een abstract thema is, maar ook gewoon handen en voeten krijgt in het hier en nu. Jeroen, het is al een paar keer gevallen nu aan tafel dat goede gesprek. Hè? Van je moet dat goede gesprek aangaan met je medewerkers. Mm-hmm. Hoe ondersteunen jullie leidinggevenden daarin om dat gesprek aan te gaan? Ja, dat is eigenlijk ook onderdeel van het Frisie Werkprogramma waar Esmee net naar refereerde. Dus daar hebben wij allerlei initiatieven gericht op zowel medewerkers, maar ook op leidinggevenden. Maar ook op collega's. Van hoe dat ze om kunnen gaan op het moment dat zij vermoeden dat, ja, dat collega's of medewerkers van hun kampen met financiële problemen. Mm-hmm. En dat gaat al heel simpelweg door bijvoorbeeld een leaflet op te stellen. Met hoe herken je nou die signalen dat er financiële problemen zijn? En als je ze herkent, hoe open je dan een gesprek daarover? En hoe voer je daar het gesprek over? En als je het gesprek hebt gevoerd, welke acties kun je dan ondernemen? Zodat het ook niet per se het probleem van de leidinggevende wordt, maar ze eigenlijk doorverwezen worden naar de professionals, zoals bijvoorbeeld bij de budgetcoachgroep. Want dan zie je ook dat je het voor een leidinggevende veel laagdrempeliger maakt om met die medewerker in gesprek te gaan. Ja. En los van dat hebben wij bijvoorbeeld vorig jaar ook met Brainport, in samenwerking met Brainport, een e-learning ontwikkeld. Die heel gericht is op leidinggevende met allerlei tips, maar ook allerlei, nou ja, met name gesprekstechnieken van oké, hoe ga je nou het gesprek aan met die medewerker. Ja, want dat is denk ik wel echt een hele voorname actie die je moet doen. Zeker. Ja. Om zover te komen dat ze ook daadwerkelijk tekenen voor meer uren. Nou, en wat je dus ziet ook, dus dat er zit altijd wel een taboe op het onderwerp. Hè. We vinden het moeilijk om erover te beginnen, maar dat geldt ook voor medewerkers. Terwijl het op het moment dat de leidinggevende zijn hand uitreikt eigenlijk naar zo'n medewerker en het gesprek begint, dan zie je dat die medewerker die hand aanpakt. Omdat die daarmee zich nou eindelijk een keer, misschien wel het licht aan het einde van de tunnel ziet bij wijze van spreken. Ja. Of gehoord voelt. Of het idee heeft van, hé, maar nu wordt er gewerkt aan mijn problemen. Ja. Dus essentieel dat gesprek tot stand komt. Ja, waarbij die leidinggevende hoeft geen schuldhulpverlener te zijn. Dat hoeft geen budgetcoach te zijn. Dus je hoeft ook om het gesprek te kunnen voeren, hoef je niet alle ins en outs te weten. Precies wat jij zegt, hè? Wij noemen dat altijd ijsbrekers. Je breekt het ijs. En dat is prachtig om te zien dat jullie ook gewoon budgetcoaching bij de hand hebben. Zodat je op een goede manier door kunt geleiden. Maar dat eerste gesprek, dat even inderdaad dat uitstrekken van je hand, te laten zien dat er perspectief is en dat je daar ook een bijdrage aan wil leveren. Ik denk dat dat zo ontzettend belangrijk is. Dat is echt een rol die werkgevers kunnen spelen. En als je het dan zo weet te organiseren dat je daarna op een soepele manier, misschien als er wat meer specialistische hulp nodig is, mensen op een warme manier kunt doorgeleiden, ja, dan ben je ook effectief aan de slag. Ja. Want even om dat concreet te maken, hè, dat na het ijsbreken ze bij de budgetcoach aankomen, Daniel, wat kan ik dan verwachten van jouw organisatie, jouw budgetcoaches? Nou, op dit ogenblik zetten wij vooral de financiële helpdesk in. Dat is een helpdesk. Daar kunnen mensen bij ons terecht met allerlei vragen. Financiële vragen, waar ze tegenaan lopen. Mm-hmm. In dit geval dus over de tool. Ze kunnen dat via WhatsApp, via e-mail. Juist alles om het zo laagdrempelig mogelijk te maken. We zien vooral de jeugd is heel handig juist in appen. Dus maak het vooral toegankelijk. En wat we ook hebben gedaan is bij al onze coaches die wij hebben, hebben we uitgelegd wat de tool inhoudt, wat het kan doen. Dus op het moment dat zij bij een medewerker zitten, kunnen ze ook de tool in gebruiken. Hè? Dus die medewerker heeft veelal financiële problemen. En als de medewerker bereid is om toch dat stukje extra te gaan werken, kunnen wij gelijk inzichtelijk maken van, hey, levert dat ook daadwerkelijk wat op? Ja. Dus ook daar gebruiken wij de tool nu voor. En helpt dat ook in je problemen het hoofd te gaan? Ja, absoluut. Ja, op de lange termijn. Nog even, want we hebben het gehad over dat de bedrijven het kunnen adopteren, hè, de werkurenberekenaar. Maar volgens mij kunnen ook schoonmakers rechtstreeks gaan kijken of ze wat het hun oplevert als ze meer uren werken. Alle schoonmaakmedewerkers zijn erover. Want ook daarvoor stellen jullie het ter beschikking. Waar kunnen ze die vinden, Jeroen? Wij hebben een werkenbij-site. Werkenbijcu.nl. Slim om het te zetten. Kunnen ze gelijk kijken naar welke vacatures dat we hebben. Ondernemers, hè? En slim ondernemers. Ja, als je dan toch ergens kwijt moet, dan kunnen we beter daar neerzetten. Heel goed. Dus daar kunnen zowel
medewerkers van CSU, maar iedereen die een baan zoekt en wil kijken of dat meer werken loont, kunnen daar terecht. Dus ook elke medewerker van al jullie collega schoonmaakbedrijven, die kunnen daar terecht. Geweldig. Ja, en dat vind ik echt mooi, hè, wat Esmee ook zegt, die wil dus. Hè, nu is nog een uniek voordeel, maar je zou eigenlijk willen dat unieke voordeel door de hele branche wordt omarmd. En dat vind ik ook het mooie echt van het aanbod wat Esmee dus ook dat doet. Hè, dat je zegt van laten we dit nou ook pre-competitief, heb ik vandaag geleerd als een nieuw woord. Pre-competitief ervoor zorgen dat je dit op een goede manier doet. Ja. En je hebt natuurlijk ook heel veel discussies over verantwoorde schoonmaak. En dat speelt breed. Ja. En ik denk dat het heel goed is dat dit soort thema's, dat je dat ook als branche breed durft te dragen en durft te zeggen van hier zorgen we ervoor dat we met elkaar iets aanbieden waar alle mensen in de schoonmaak ook daadwerkelijk wat aan hebben. Ja, want één perspectief wat misschien nog niet zo besproken is, maar veel van onze schoonmaakcollega's hebben natuurlijk meerdere werkgevers. Precies. Was net ook, zeg maar, in de vorige sessie kwam dat aan bod. Dat brengt stress met zich mee, maar dat brengt ook alle andere misschien wel negatieve gevolgen met zich mee. Hoe mooi is het eigenlijk als je, in plaats van dat je verschillende werkgevers hebt, jouw uren bij één werkgever kan onderbrengen. Om te kijken welke voordelen dat met zich meebrengt. Zowel financieel, maar ook in je dagdagelijkse leven. Nou ja, en wat ik elke keer maar weer opvallend vind in de schoonmaakbranche, is ook een soort aanname dat er waarschijnlijk niet meer werk is. Maar dat er dus, dat is een soort gat tussen werkgevers en schoonmakers, dat niet bij elkaar komt. Terwijl werkgevers echt schreeuwen om die uren werken en daar toch een hobbel in zit. Maar goed dat jij dat zegt, De Eels, want dat is echt een mythe die doorbroken moet worden. Ja. Alsof er niet meer werk zou zijn, aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant, alsof mensen ook niet net iets meer uren zouden kunnen werken dan ze vandaag doen. En precies. Natuurlijk is er ergens een grens, een kantelpunt naar wanneer het echt te zwaar wordt. Ja. Maar dat punt ligt er niet op het moment dat je tussen de 12 en de 15 uur werkt en ook nog 3 andere hesjes in je kast zet hangen. Precies. Ja. Eens. Grotere contracten gaat sowieso enorm bijdragen aan een leefbaarder loon van onze schoonmaakmedewerkers. En helemaal ook met die heffingskorting die je maar één keer kan toepassen natuurlijk. Ja. Wat ook vaak een reden is om het niet te doen. Dat zou al heel veel helpen. En we hebben het natuurlijk over de financiële hefbomen en die zijn er. Hè? Dus laten we dat nog een keer herhalen. Wij willen niet dat mensen zich zorgen maken. We willen dat ze zich vertrouwd en verzekerd voelen van het nemen van de juiste keuzes. Ja. Dat is één. Maar het heeft ook impact op heel veel meer. Hè? Dus verwijzen net al een paar keer naar een sessie hiervoor. De mensen hebben die misschien niet allemaal gezien, maar het gaat over duurzaamheid. Mm-hmm. En heel mooi aan de orde komt dat hele grote impact als het gaat om het verduurzamen van de dienstverlening zit op woon-werkverkeer. Buiten handschoenen, buiten vuilniszakken. En woon-werkverkeer is absoluut te beïnvloeden als wij een aantal stappen zetten door mensen meer uren te durven laten werken en ze daarmee dus ook minder reisbewegingen heen en weer te laten maken. Ja. Dat heen en weer reizen. Ja. Ja. Dat zou ook het kan allemaal zoveel beter. En daarmee wil je ook niet te filantropisch klinken. Nee. Maar juist eigenlijk vanuit een can-do-mentaliteit. Kan echt. Ja. Ja. Wat hoop je dat deze werkurenberekenaar en alle instrumenten daaromheen CSU gaat opleveren? Ja. In the end. Ja. Als we hier over een jaar weer zitten. Ja, dat zijn eigenlijk 3 dingen. 1, ik hoop dat we met elkaar, de collega's binnen CSU, maar dus in de branche, beter in staat zijn om de goede gesprekken te voeren. Dat heeft gewoon met mensgerichtheid te maken, medemenselijkheid, om een aantal hoepeltjes door te gaan en deze gesprekken met elkaar te voeren. Dan naar boven te halen wat er dan daadwerkelijk knelt. Is dat financieel? Zit dat aan de uren? Of zijn er andere dingen die een beetje mis zitten? Ja. Om vervolgens te kunnen constateren, en dan gaan we uitweken rekenen, Jeroen, of het er dan uiteindelijk ook toe leidt dat mensen meer uren gaan werken. Ja. Dat is wat je uiteindelijk echt wil. En de derde stap zit aan de opdrachtgeverskant. Een van de meest gehoorde klachten gaat over het gebrek aan personeel. Ja. Daar knelt het. En ik denk als we die 3 dingen. 1, weet niet of we dat helemaal kunnen meten. Ik hoop eigenlijk 4 medewerkers tevredenheid. Ja. 2, kunnen we keihard meten. Want het zit gewoon in toename van het aantal gemiddelde uren per contract. Medewerker. Ja. Ja. En 3, ook dat kun je meten vanuit de klanttevredenheidsonderzoek. Maar ik heb liever dat we het goede gesprek voeren met elkaar. En ook onze klanten deelgenoot maken van. En ook overtuigen van de grotere contracten, wat dat hun weer oplevert. Hè? Want het juist bij ons houden van de schoonmaakmedewerkers gaat een groot contract natuurlijk ook heel erg in helpen. Ja. En ik hoop dat in ieder geval, laten we zeggen, hè, want jij vraagt nou volgend jaar, dus zet me ook meteen extra aan het denken. Ik hoop dat volgend jaar minimaal de helft van de grote schoonmaakondernemingen een werkurenberekenaar heeft laten maken op maat bij het Nibud. Dat is 1. Ja. En dat ook andere partijen dat doen, maar dat ook de kleinere partijen zeggen, dan vind ik het ook prima
om aan te sluiten op de werkurenberekenaar van CSU. En dan stap ik er even overheen dat er ergens een logootje staat of iets in het groen. Precies. En dat we dat ook met elkaar gaan leren. Zoals we dat ook met de plastic handschoenen doen. Die we samen met Acito en samen met GOM... de duurzame circulaire handschoen hebben. Ja, daar hoorde ik hier net over. Ja, fantastisch initiatief ook. Nou, ik hoop het enorm dat dit echt in de sector goed opgepakt wordt. En dat het daadwerkelijk gaat bijdragen aan financieel fittere schoonmakers. Dat voorop, denk ik. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar uiteindelijk ook natuurlijk aan het toch wel iets terugdringen van die personeelskrapte die we in de schoonmaak dagelijks ervaren. En als dat iets minder kan en daarmee blijere klanten hebben... en een schoner Nederland, volgens mij hebben we het dan helemaal voor elkaar. Ja, zou mooi zijn. Toch? Ja. Dank jullie wel voor jullie bijdrage en voor jullie inzichten in deze werkurenberekenaar. Nog één keer. Als schoonmaakbedrijven met deze tool aan de slag willen... dan gaan ze naar... www.nipert.nl/WUB, werkurenberekenaar. Prima. En dan, Jeroen, kom ik nog een keer bij jou als schoonmaker zelf... nu meteen willen kijken of meer werken loont, dan gaan ze naar... werkenbijcsu.nl. Dank jullie wel. Dank voor het gesprek. Goed zo. Dank jullie wel. Dank je wel.